ladies and gentlemen, from New Zealand and their national champion, Rob Sabo, and making his debut from Oxfordshire, England, Ian Moore. Zo, dan gaan we beginnen aan de eerste voorronde partij. Twee mannen die moeten gaan gooien om überhaupt in de eerste ronde te komen. En dat zijn de mannen uit Nieuw-Zeeland, Rob Sabo en Engelsman Ian Moss. Sabo, de Nieuw-Zeelander in het zwarte shirt. Dit is de man uit Whitney in Oxfordshire. Dat ligt zo'n anderhalf uur rijden ten noordwesten van Alexandra Palace. Moss hier gekomen via het WK-kwalificatietoernooi. Ja, die gaat dus op zijn 50ste jaar zijn debuut maken op een WK. En welke sport kan dat ook? Dat staan er niet zo heel veel. Dat is mooi om te zien. Ja, hij is niet heel veel jonger. 48. En ook hij een debutant. Zij het niet de oudste debutant hoor. Nog lang niet, kan ik je alvast vertellen. De oudste debutant op het WK was de Noord-Ier John McGowan. In 2006. Die was 64 jaar en 192 dagen. Die was eigenlijk pensioengerechtigd al toen hij zijn debuut maakte. En wat presteerde die? Nou, die gooide in ieder geval heel goed. Hij speelde tegen Dennis Priestley volgens mij in de tweede ronde toen. Dus die deed het wel aardig. First leg, it's relative through first. Game on. Sabo is de man die mag beginnen aan de wedstrijd. Ja, en dit format, Chuck. Best of seven legs. Ja, het is bijna om medelijden mee te krijgen. Want het zijn over het algemeen de, laten we het zeggen, de exoten die in die voorronde partijen moeten spelen. Een aantal qualifiers zijn het uit Europa. En ja, van verre weg delen, ja, dan kijk Nieuw-Zeeland. Dat is natuurlijk een aardig eindje reis. En dan moet je best of seven legs spelen. Dit is dus jouw hoogtepunt in het jaar. En het wordt beslist in vier legs misschien wel. Ja, stel je voor, ik wou net zeggen, stel je voor dat je er in vier legs afgaat. Nou ja, dat is het hè. Die Sabo die heeft gewoon 28 uur in een vliegtuig gezeten. En die staat korter op het podium dan dat hij in het vliegtuig heeft gezeten. Als die er hier gewoon uitvliegt. En dan heb ik het nog over minuten. Het zijn over het algemeen, ja, niet de beste partijen, maar dat heeft dus ook met het format te maken. Deze mannen kunnen echt wel een potje darten. Maar het is zo lastig, er staat zoveel druk op. Ja, en voor deze twee mannen, die weten ook nog eens een keer dat ze na vandaag echt wel naar huis mogen. Want de winnaar moet vanavond nog een keer spelen. Nee, Jacques, verpest het nou niet gelijk. Ja, de winnaar moet nog een keer spelen. Dat vind ik echt niet leuk van je. Nou oké, okay. Ja, ze hebben wel een kans natuurlijk. Ja, ze moeten wel tegen ene meneer Phil Taylor spelen vanavond. Ja, nou in. Nou, deze Ian Moss is door het qualifying toernooi gekomen van de PDC. Dat betekent dat alle spelers die een tourkaart hebben en nog niet geplaatst zijn, alle leden van de PDPA mogen daaraan meedoen.
En hij kwam daar toch tot aan de finale. En dan mag je dus die voorronde spelen. En dat is echt knap, want daar doen alleen maar goede spelers aan mee. Voor die finale van Matt Clark, Superman. Die gaat later spelen tegen Vincent van der Voort. En hij heeft een artistieke stijl, we gooien. Moet eens kijken, joh. Ja, een beetje balancerend met zijn andere arm. Dat hadden we nog niet gezien. Een beetje als een kunstrijder die geland is naar een dubbele aksel. Ook altijd. Weet jij beter dan ik dan waarschijnlijk? 57. De enige major waar Moss tot nu toe aan meedeed was de UK Open van 2011. Maar ja, dat was de eerste ronde, dus. Of je dat dan echt kunt scharen onder het spelen van een major. Dat zou dan ook weer overdreven zijn. Deze Rob Szabo, die werd dit jaar Nieuw-Zeelands kampioen. Dat is de reden dat hij hier staat. Werd dat al een keer in 2010. 42. And you require 48. Moss kan de eerste leg binnenhalen via tops. En dat zou meteen een break betekenen. Dat betekent het nu nog even niet. Ja, iedere avond verloopt min of meer volgens hetzelfde systeem. Er zijn vier eerste ronde wedstrijden waarvan er drie bekend zijn. De vierde wedstrijd is één speler tegen de winnaar uit een voorronde die ook diezelfde dag gespeeld wordt. Dus er zijn eigenlijk vijf wedstrijden op een avond. Alleen die voorronde wedstrijd is dus over best of zeven legs. Dus is heel kort. Moss pakt de eerste leg. Nou, dat was een eerste leg om heel gauw te vergeten voor Rob Szabo. Waarin hij een gemiddelde produceert van slechts 48. Nou, het goede nieuws voor Szabo is dat het vanaf nu alleen maar beter kan. Niet dat het met Moss nou zo makkelijk ging in die eerste leg, integendeel. Maar hij won hem wel en daar ging het om. Oké, Nederlander in de voorronde. Dat is Gino Vos. Hij zal het in die voorronde gaan opnemen tegen de man uit Hongkong, Royden Lam. En ook hij is dus veroordeeld tot dit format van best of 7 legs. Nou, ik heb even het lijstje met Nieuw-Zeelanders erbij gepakt op het PDC-WK. Het zijn er 6 geweest in die jaren. En ze zijn eigenlijk geen van 6 heel succesvol geweest. Preston Ridd in 2011, herinnert u zich die man nog? Die won toen zijn voorronde partij wel, maar verloor kansloos vervolgens van Vincent van der Voort. En we hebben nog Warren French gehad. De andere Nieuw-Zeelander. En French deed het dan nog tussen aanhalingstekens het beste van alle Nieuw-Zeelanders. Want French won 2 wedstrijden. Weliswaar 2 keer een voorronde wedstrijd, dat dan wel. Dus we hebben nog nooit een Nieuw-Zeelander in de tweede ronde gehad. Hij is er kennelijk in geslaagd om die eerste leg inderdaad goud te vergeten, Rob Szabo. Ja, een beetje vreemde manier van darten heeft die Szabo. Hele dunne
shafts heeft hij erop zitten van metaal. Daardoor een hele kleine flight, daarom vallen ze heel plat in het bord. Nou, dan ga ik eens even kijken hoe dat dan gaat, plat in het bord vallen. Heel horizontaal, dus net als Taylor. Op die fiets. 144 voor Moss. Ja, je verwacht het niet direct. En het gebeurt dus ook niet. Nou, dan gaan we eens even kijken of Sabo de dubbel nu wel kan winnen. Dat was de vierde poging. Dat was de vijfde poging. En daar is dan heel weinig ruimte over. Omdat die dart zo plat ligt, moet je dus kiezen links of rechts. Hij probeert rechts. En dat is een hele knappe laatste dart hoor, van Sabo. Twee legs gehad. Twee breaks. Sabo heeft het voordeel dus wel meteen terug. Maar is het ook een voordeel? Ja, die triples gooit hij op zich wel makkelijk. Even die eerste leg dan niet. Maar de vorige leg was ook al prima. Maar ja, in de wetenschap dat deze twee heren hierna de winnaar daarvan in ieder geval moet spelen tegen Taylor. Nee, ze mogen niet alle twee. Nee, één. Nou, misschien dat we dan nog een eerlijke wedstrijd krijgen als we ze met z'n tweeën tegen één gaan gooien. Nou. Anders ben ik in ieder geval blij dat ze allebei hier een leg gewonnen hebben nu. 45. Het hoort erbij, je moet spelers ook de kans geven om ervaring op te doen op dit soort podia. En daar zijn met name die qualifiers en die wildcards. Althans, het zijn niet echt wildcards, want er is altijd een kwalificatietoernooi voor. Maar daar zijn ze voor bedoeld. En zo zien we dus mannen uit Maleisië bijvoorbeeld op het speelveld deze week. Nou, de man uit Hongkong, Denemarken, Oostenrijk, Japan, Noord-Ierland, Spanje, Duitser en ook nog wat Engelsen. En Colin Osborne. Toch geen kleine naam, maar ook hij moet in de voorronde starten. En hij had nog heel veel mazzel dat de Filipijn Perez verstek moest laten gaan. Of ik moet zeggen Santos, volgens mij was het. Ja. Perez was vorig jaar. Die kreeg zijn visums niet rot. En toen mocht Osborne alsnog meedoen. Omdat hij de hoogst geplaatste speler op de wereldranglijst was. Die nog niet op het WK stond. Van Moss, zojuist was de eerste keer dat iemand in deze partij die score haalde. Zou zomaar ook in deze derde leg op een breakout kunnen draaien. Moss goed begonnen. En zet het goed weg. Nou, wel vreemd. Want dubbel 7 laat je meestal niet over. Maar goed. Nou, misschien doen ze dat wel vaker zo in Whitney. Ja, die dubbel 7 moet nog wel gegooid worden dan. Tabo heeft inmiddels ook een finish over. Hij gaat naar tops. Hij kan op deze manier mooi profiteren van de missers van Ian Moss.
Rob Szabo was de eerste die zich kwalificeerde voor dit WK. Dat deed hij al op 15 juli, toen hij dus Nieuw-Zeeland kampioen werd. Hij weet het dus al op een paar dagen na 5 maanden dat hij hier zou staan vanavond. Die heeft zich even voor kunnen bereiden. Ja, en dan zit je zo'n loting te kijken. Ongetwijfeld heeft Szabo dat ook meegekregen. En dan denk je, oh, die voorronde. Nou ja, goed. Wie je daarin krijgt, dat zal niet zo heel veel uitmaken. Je zal het gevoel hebben dat je van alle mensen kunt winnen. Maar ja, dan zie je ook die eerste ronde loting eruit komen. Dan denk je, Had beter gekund. Had beter gekund. Ben benieuwd, heeft hij een open ticket teruggeboet, Szabo? Of heeft hij het retourtje morgen al genomen? Het zou toch wat zijn, hè, als zo'n man Taylor eruit zou knikkeren. Ja, je kunt het je niet voorstellen, nee, maar ja, als dat gebeurt, dan is de dartswereld te klein, vrees ik. Het was wel bij de loting opvallend dat zowel Taylor als Van Gerwen dus zo'n qualifier kregen. Veel van de topspelers kregen zo'n qualifier. Dat is puur toeval, want er wordt gewoon open geloot op televisie met twee zakken met ballen. Ja, dat doen ze bij het WK voetbal ook. Daar duiken ook gelijk allerlei theorieën op. Ja, nee, dat heb ik hier absoluut niet. Dus wees niet bang dat ik nu een hele rare theorie ga neerleggen. Maar het viel me wel op dat ook Terry Jenkins was als 17e kreeg een qualifier. Volgens mij ook Wes Newton, ja, die krijgt natuurlijk Vos bijvoorbeeld, of zou die kunnen krijgen. Ook heel hoog geplaatst, dus vrij veel van de hoog geplaatste spelers. Andy Hamilton, dat is 5e geplaatst, kregen een qualifier. Ja, ik weet niet hoe die briefjes omhoog gehouden werden en hoe die balletjes gepakt gewoon, werden. Het waren gewoon een bingo balletje, zal ik maar even zeggen. 2 zakken waren er en uit de ene zak zaten de ballen 1 tot 32 voor de geplaatste spelers. En in de andere zak zaten de nummers 33 tot 64 en dan ging balletje 1 kwam eruit. En dat was balletje nummer 9. En dan liet je ook wel zien welke naam erop stond, zeg maar. Nee, daar stond een lijst naast. Ja, die lijst kregen we allemaal. Oké. Nou, we zullen er maar op vertrouwen dan. Kijk eens even, dit is Ian Moss met een 118 finish. Ook hij kan zijn eigen leg dus houden. Het is een best of 3 geworden nu. En zo lijkt alles tot het gaatje te gaan vandaag meteen al. Om er maar even in te komen. Met z'n allen. 100. Overigens, over qualifiers gesproken. In het verleden zijn ze wel succesvol geweest, qualifiers. De meest bekende daarvan, denk ik in ieder geval, is de qualifier die in 2008 meedeed. Die luisterde naar de naam Kirk Shepard. En die kwam tot de finale. Dat is finale voor dat is wel enigszins succesvol. Ja, inderdaad. Ook Wayne Jones overigens. In 2006 kwam het toernooi binnen als qualifier. En hij reikte tot de halve finale. Dus het is niet geheel onmogelijk om dat te doen. We hebben in het verleden ook wel een Zuid-Afrikaan Havinga gehad bijvoorbeeld. Die kwam ook een paar rondjes door. Zo af en toe heb je er een verrassing tussen zitten. Maar wat je tot nu toe in ieder geval nog niet gezien hebt, is dat zo'n verrassing dan ook blijft. Natuurlijk wel op het andere WK, daar hebben we een aantal qualifiers gehad die wereldkampioen werden. Zelfs Jelle Klaassen, Christian Kist, Keith Deller. Maar op dit WK nog niet. En ik zou erover zijn, ik zou het prachtig vinden als er een man uit China opstaat of zo, die we allemaal niet kennen, die voor het toernooi, want dat soort coderingen krijgen dit soort spelers. 5000 tegen 1 staat of zo. Dat hij gewoon
een jaar lang daar in een of andere trainingskamp heeft gezeten. Hier komt en iedereen van het bord gooit. Dat zou ik fantastisch vinden. Ja, dan moet er eerst maar een Chinees gaan meedoen. Hebben in het verleden wel meegedaan. Maar die waren nog minder succesvol dan de Nieuw-Zeelanders. Ian Moss om opnieuw de voorsprong te pakken die hij had bij 1-0. Kwijtraakte, 2-1 achterkwam. Die had er lekker onderdoor gekund, zou je zeggen. Nou, dat gebeurt dan ook uiteindelijk met de derde dart. En daar is inderdaad weer de voorsprong voor de 50-jarige Engelsman. Die nog één leg nodig heeft om later op de avond aan te mogen treden tegen Phil the Power Taylor. Het is overigens voor Taylor vanavond niet de eerste keer dat hij een speler uit de voorronde treft in zijn eerste rondepartij. Het gebeurde hem één keer eerder in 2012. Toen kreeg hij de Japaner Haruki Muramatsu. Daar had Taylor toen geen enkel probleem mee. Het publiek is inmiddels meer met elkaar bezig. Het is weer een wedstrijdje tribune tegen de vloer. En die twee mannen hier op het podium moeten dan die darts nog maar goed blijven gooien. Het Sabo twee keer triple 20 voor dubbel 10 en 140 finish zit er niet ver vandaan hoor. En dit is voor de wedstrijd. Hij gooide al 118 uit in de vierde leg. Dat moet 117 ook kunnen, zou je zeggen. Dat was zijn eerste matchdart. En Thabo, die zucht eens even en denkt, oei, daar lag ik er bijna uit. Dan heeft hij die dubbel 5 nu echt keihard nodig. En die gooit hij. En die gooit hij. Het is 3-3. En dan mag hij ook nog beginnen aan de zevende leg. We gaan wederom all the way. Ook al is dit al een wedstrijd over maximaal 7 legs. Thank you.
Hier na de partij tussen Peter Wright en Joe Cullen. Maar eerst gaan we kijken wie naar de eerste ronde gaat om tegen Taylor te spelen. Want Moss vindt nu de triple. Moss gemiddeld 80, Szabo 77. Szabo 3 uit 11 op de dubbels, Moss 3 uit 13. Nou, Moss gaat het hier een beetje afgeven nu. En Szabo blijft wel trippels gooien. Zo denk je op voorhand. Moss komt uit zo'n sterk kwalificatietoernooi. Szabo komt uit een land waar de spelers eigenlijk altijd zonder succes zijn gebleven. Dan denk je, nou, dan zal Moss wel winnen, makkelijk. Ja, dat denk ik. Het is dan in andere jaren ook wel vaak gebleken, hoor, dat dat lang niet zo is. Goeie beurt nodig nu, Ian Moss. Uit Whitney, Oxfordshire. 55, Robbie Ripper, 100. Szabo uit Wellington. De hoofdstad van Nieuw-Zeeland. Als mijn topografische kennis me niet in de steek laat. Rob Szabo. Kampioen van Nieuw-Zeeland. Staat in de eerste ronde waarin hij gaat spelen tegen Phil Taylor. Stond 3-2 achter tegen Ian Moss. Maar wint dan toch twee legs op rij. En hij is door. Moss kan terug naar Whitney.